Wat ik boeiend vind aan communicatie is dat je als het ware in een andermans huid kruipt, in de doelgroep die je op dat moment voor ogen hebt. En dat je gaat kijken hoe die mensen overtuigd kunnen worden. Wat die precies zouden moeten horen om te geloven in een bepaalde dienst of in een product. In het vak taal van de marketing gaat het heel erg om een eigen gekozen merk waarvan je echt in de marketingstrategieën gaat duiken. Dus ja, dat je de achterliggende argumenten in een commercial of in een bepaalde uiting, dat je die gaat onderzoeken. Bij Only heb ik interviews afgenomen met mensen die hier aan het winkelen waren en met Tamar, degene die hier werkt. En aan de hand daarvan heb ik een analyse gemaakt wat nou precies eigenlijk de strategie van Only is en welke terugkerende kenmerken daarin te zien zijn. En aan de hand daarvan heb ik iets proberen te bedenken wat wel in die lijn past, maar toch iets nieuws zou toevoegen aan de marketing van Only. Ik vond het vooral heel leuk bij Only, omdat er bij Only heel veel gebruik wordt gemaakt van beeldmateriaal. Op mijn studie tot nu toe was er heel veel nadruk op tekstanalyse, gespreksanalyse, heel veel textuele elementen eigenlijk. En dit was het eerste vak waarin ik dus veel meer ben gedoken in de achterliggende strategieën achter foto's en videoreclames. En dat vond ik heel leuk om te doen. Naast mijn studie werk ik ook bij een online marketingbureau. En op dit moment vooral voor Dagpas en Laatste Tafeltje. En daarin kan ik ook dus wel heel veel van mijn studie eigenlijk in praktijk brengen. En dat is heel leuk om te doen. Na mijn studie hoop ik te gaan werken in de marketingcommunicatie. Dat is best wel breed, maar er zijn allerlei grote bedrijven die me wel leuk lijken. Maar mijn studiegenootjes die vinden bijvoorbeeld gezondheidscommunicatie heel leuk. Die willen later onderzoek gaan doen naar AIDS-campagnes in Afrika. Het is oneindig breed. Ik vind studeren in Groningen heel erg leuk, want het is een fijne studentenstad. Harmonie hier, waar faculteit Letteren zit, zit midden in de binnenstad. Voor de rest is Groningen gewoon een hele leuke stad. Er gaat gewoon niks boven Groningen.